start is gevallen. Paarden zijn onderweg in het midden van de baan. Hurricane JE die een goede start heeft met Dickie Hoff. En die gaat voorlopig even aan de leiding. Hurricane JE gaat de reling nu ook pakken. Buiten zijn een galoppade van de favoriet, de 7 Gaga Di Quattro. Gaga Di Quattro springt. Hurricane JE galoppade daar ook van het paard van Danny Brouwer. Springt daar weg. Ook een galoppade van Ghostbuster JC. En daartussendoor slalom Gigi. Nou, we noemen hem nu Tomba La Bomba Willem Steur. Want daar ging hij heel netjes tussendoor. Die gaat uitkomen op plaats 5-6 ongeveer. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En het is Hurricane JE die leidt. Hurricane JE. Uitgeschakeld nummer 2-2 galop. Uitgeschakeld nummer 5-5 galop. Uitschakelmicrofoon doet het niet. Doen we dat er gewoon bij. Allemaal voor dezelfde prijs. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Hurricane JE die leidt. Daarachter op de tweede plaats John Dekker met Farouche Meadow. Tempo gaat nu uit de koers. Derde plaats daarachter is voor Kurt Roegers met Grace VS. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Aan de buitenkant gaat Gigi naar voren. Daarachter aan de relingzijde Frans van der Blonk. Blonk die in deze koers ligt met Hendrik Schermer. En zo gaan de paarden de bocht in. Het zijn de eerste 5 paarden. 6 aan de buitenkant. De PD-kleuren die gaan naar voren. Het zijn de kleuren van Humphrey F. Boko. En zo gaan de paarden de bocht door. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune zo meteen in. De leiding is makkelijk in handen van Hurricane JE. Hurricane JE als eerste in de rechte lijn. 2 lengte voorsprong heeft hij. Tweede plaats erachter voor Farouche Meadow. Paarden aan de buitenzijde die naar voren probeert te komen. Eén daarvan is Gigi. Gigi maakt nu duidelijk terrein goed en komt uit op plaats 3. Daarachter 4 aan de relingzijde Grace VS. En daarachter volgt ook aan de relingzijde Hampshire F. Boko. Zo gaan de paarden de laatste ronde in. Tempo is wat uit de koers gehaald. Hurricane JE leidt. Hurricane JE, daarachter op de tweede aan de relingzijde is het Farouche Meadow. Aan de buitenkant Gigi. Daarachter aan de relingzijde Grace VS. Aan de buitenkant daarnaast is het Hampshire F. Boko. En daarachter aan de relingzijde Hendrik Schermer. Hampshire F. Boko wordt nu naar buiten genomen. Gaat 3 dik in de aanval. Doet hij in de voorlaatste bocht. Daarachter ligt High Speed. Achter High Speed dan Hooray Boko. En achter Hooray Boko ligt ook nog 1 paard. Oh, die loopt er bovenop. Dat was Ghostbuster JC. Uitgeschakeld nummer 8-8 galop. Paarden in de rechte lijn overzijde zijn ze voor de laatste keer. En nu gaat het tempo omhoog. Hurricane JE leidt. Hurricane JE aan de buitenkant komt dichterbij nu Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko op plaats 2. Farouche Meadow ligt derde. Vierde plaats gaat hij ook naar het tweede spoor. Grace VS. En vijfde daarachter is Hendrik Schermer. Zesde plaats High Speed. Zevende plaats daarachter Hooray Boko. En dat zijn de paarden die nog kansen hebben. Gaan nu de laatste 500 meter in. Nog altijd Hurricane JE aan kop. Hurricane JE heeft een lengtevoorsprong. Komt zo langzamerhand onder druk aan de buitenzijde van de PD-kleuren Hampshire F. Boko. En zo zijn de paarden inmiddels half. Verwege de laatste bocht en hij komt steeds dichterbij. Hampshire F. Boko, Hurricane J aan de binnenkant gaat mee. En met z'n tweeën lopen ze weg. Derde plaats is op dit moment voor Farouche Meadow. Paard in de laatste rechte lijn. Minima aan de buitenzijde. Aan de relingzijde is het Dickie Hoff. Die twee precies naast elkaar. Aan de buitenzijde ietsje voordeel voor Hampshire F. Boko. Minima gaat er heel stoer bij liggen. Maar Hoff is meer van het werken. En die blijft heel makkelijk bij. Ze gaan op weg naar de streep. Hij komt nog 1 keer terug aan de binnenzijde. Hurricane J aan de binnenkant komt terug. En Dickie wint. Zonder achterover te liggen. Zo kan het ook. Tweede plaats Hampshire F. Boko. Derde, Farouche Meadow.